kijkers van Carve Games en de Gamer Games, hier zijn we weer met een nieuwe Crew Dual Survival. Yay. Yay. Wat is eigenlijk het plan voor vandaag? Want jij was er natuurlijk vorige keer niet. Is de boom het al klaar? Het interieur is nog niet af, maar... Ik ga eerst de farm doen. Voor de rest is alles... Je moet wat aardappels bewaren, want ik denk niet meer dat we die... Nee. Hebben we ergens een... Ik haal wel. Een ho. Zo heet dat. Hoi. Hoi. Boys, niet allemaal in de oven, want dan hebben we een probleem. Dan hebben we geen aardappels meer. En ik had trouwens nog iets leuks gezien daarnet. Want ik stond op de boomhut een beetje... Ja, maar dat vind ik niet leuk. Oh. Oké. Okay. Ja, dat is dan jammer, hè. Ja, dat is jammer. Die komt mensen nooit uit. Maar ik stond dus boven op de boomhut zo een beetje te kijken of die een beetje goed werkte als, hoe noem je dat, als we uitkijktoren. En toen zag ik toch wel potverdikkie een, zo'n tempel, zo'n woestijntempel. Nu kan ik hem niet meer zien als ik op de boomhut sta, want ik heb mijn render distance even wat naar beneden gedaan. Maar ik weet denk ik nog wel ongeveer waar die is. Dus ik ben wel eens benieuwd, ik ga die eens even opzoeken. Mag ik mee? Van mij mag je op zich. Ah, dat vind ik dan lief. Ja? Ja, dat vind ik echt... Oké. Okay. Wil je echt mee of niet? Ja, ik ga even mee, want ik heb toch niks te doen. Ja, ik heb wat te doen, maar... Oh. Echt, weet je, een beetje avontuur. Weet je? Ja hoor. Moet ik natuurlijk weer even terugkomen. Kom even naar de achterkant van de rails. Juist. Deze patatootjes die we over hebben. Oh shit, ga eerst maar even slapen. Doe dat maar ik ga wel slapen, want dan wordt het toch weer licht. Ja, de laatste keer was het niet zo. Heb ik nog armor? Jee. Ja, je hebt armor aan. Wat hebben we nodig? Hier heb je kapotte pickaxe? Schaar. Pickaxe? Kapotte schaar. Een axe. Ja, pickaxe, axe, zwaard. En waarschijnlijk ligt er TNT van onder, hè? Dus je moet uitkijken, niet meteen naar beneden springen als je daar bent. Hoe maak je ook weer een schaar? Een schaar, twee ijzertjes gekruist, zeg maar zo, schuin. Snap je het? Ik zit echt koud even. Ja, gewoon diagonaal. Twee ijzers. Dan krijg ik iron bars. Huh? Diagonaal. Schuin. Schuin. Oh. Ja. Weet je wel, horizontaal is vlak. Verticaal is zo naar beneden. En diagonaal is zo schuin. Ik heb hem nog niet. Nee, dat merk ik. Diagonaal, het is. Even denken. Ah, ik snap het echt. Hier, ga je hem even doen. Snap je het niet? Hier, alsjeblieft. Ik snap het helemaal niet. Het zijn twee ijzertjes, hè, zei ik. Hier heb ik probeer het niet. Hier heb je het. Hij ligt achter je. Oei. En ik doe het ijzer even snel terug. Denken. Zo. Nou, gaan we? Wacht even. Zal ik een vakketje maken? Ik heb er nog... Heb ik geen hout meer. Hier. Achter je. Of in je. Oei. Ja, kijk. Ja, nou, dan ga ik daar. Ja. Mooi opgang zit netjes. Nou, laten wij eens even de tempel gaan bezoeken, want... Mijn zwaard is ook kapot. Hey, Roy, weet je dat wij daar gewoon serieus onze eerste diamonds kunnen vinden als we een beetje geluk hebben? En als we pech hebben, vinden we gewoon... Wij gaan eventjes met de settings toe. Als we pech hebben, vinden we gewoon alleen maar bones en zadels en zo. Daar hebben we echt gewoon niks aan. Kijk, ik vraag me af waarom werkt dit niet goed. Alle settings staan aan. Ja, uit. Oh. Uit. Zo. Huppakee, de weg is niet opgelost. Dat vind ik dan een beetje jammer. Oké. Nou kijk, je kan hem daar al zien. Tenminste, net was hij een beetje zichtbaar. Ja, ik zie hem geen eens, want ik heb hem niet meer aan de settings op 10 gestaan. Oké. Dat is niet heel handig. Hij is in ieder geval hierachter. Ik zag hem net vanuit de boomhut. Echt geniaal gewoon, die boomhut. Ja, loop maar door hoor. Ik kom wel aan. Ja? Ja. Oké. Nou, wow! Holy shit, ik kijk wel uit als je hier achter dat perkje vandaan komt, want er ligt een enorme lavapoel. Dankjewel. Even kijken, want hij is een beetje onder zand. Hij is niet echt meer... Er ligt een beetje veel zand over, maar we kunnen er hierin, zag ik. Ja, hier is de ingang. Oké, kijk uit hier.
Kijk, onder dat blauwe stukje wol zit een enorm... ik zie jou een beetje door de berg heen of zoiets. Laten we eerst eens even dit weghalen. Op manierstreuze wijze. Laten we dat eerst eens even Ik heb gezien dat je lava... waar moet ik in? In dat gebouw. Oh, hier dit. Wat er als een tempel uitziet. Dat, dit is best wel nice trouwens. Ja, maar wacht. Zo, wacht even. Waar ben je ongeveer? Erin. Ik zit erin. Kun je dit? Oh, waar is die? Oh, hier is die. Ja. Nee. Ja? Nee. Oh, daar. Nee, wacht, kijk uit. Ja. Ho. Deze trap zitten maar. Ja, wacht even. We moeten nu heel even oppassen. Want zullen we hakken? Ik weet, je moet hier langs. Langs de zijkant. Als je... Huh? Wat? Huh? Hoe kan het nou? Normaal zit hij toch... Oh ja, hier is het. Hier is het. Ja. Kijk uit. En pas op, want daaronder ligt een pressure plate. En dan doet alles boom. Ja, dan doet alles boom. En dan hebben we problemen. Ik ga aan de andere kant wel haken. Dat is misschien handiger. En dat willen we niet. Gelukkig is het een stone pressure plate. Dus die blokjes die doen niks. Als ze erop vallen. Oh, dat is te verkeerd. Ik wil deze. Als je op hout hebt, dan doet hij wel wat of zo? Ja, als je op een houten pressure plate iets, zeg maar gewoon een item laat vallen, dan werkt hij ook al. Oké, wacht, ho. Ik ga hem nu even kapot slaan. Oké, we zijn veilig. Loot, iron, bane, oh shit, dit ziet er niet echt heel goed uit. Rotten flash, oh. Hey, één diamond. Serieus? Ja, één diamond heb ik. En ik heb drie emeralds. Zit je onder niet nog wat? Hey, zullen we dit gewoon niet meenemen? Dit gaan we meenemen, natuurlijk. Kan dat geen boom zeggen als je het weghaalt? Nee, nu niet. Alleen als het geactiveerd wordt door redstone of wat dan ook, maar dat zit er nu niet meer. Zit je nog kool, hè? Ik neem trouwens ook die kisten mee. Kunnen op zich al van pas komen. Ja, efficiënt zijn, hè? Ja, daarom. Oké, nou, ik weet niet wat jij gaat doen. Ik ga altijd... Ja, ik kan nog wat stone mee. Ik doe nog wat. Moet ik alvast de diamonds en die andere dingen al zo veilig stellen? Nee. Huh? Oh ja, mag veel. Maar. Ja, ik weet niet, zo meteen komt er misschien zo'n Duitse vriend en dan is het boom en dan is het klaar. Hup. Met onze allereerste diamonds. En dan heb ik hier ergens nog een diamond hier. Oké. Zal ik hier nog wat van die sandstone meenemen? Ja, op zich wel leuk, hè? Kunnen we misschien ons treinstation... Misschien moet je dan wel die hieroglyphen voornamelijk meenemen. Ja, dan kunnen we misschien ons treinstation nog mee opleuken en zo. Laat ik even een mooi trappetje maken. Ja, ik moet even een trappetje. Ja, maak hier wel even een mooi trappetje. Oh. Juist. Kijk. Hartstikke mooi eigenlijk, hè, dat we dit gewoon konden zien vanaf... Ja. Op zich kunnen we dat wol ook wel allemaal meenemen, hè? Dat wol, wat hier allemaal boven zit. Ja, kom maar nee. Oh, daarboven. Ik denk al, dat kan ik weer naar beneden. Hoe kan je... Oh, dan moet je met een schaar doen, blijkbaar. Nou, dat kan ook gewoon met bloot handje, hoor. Of met... Met bloot handje? Ja, met bloot handje, weet je. Kom op. Zo. Oh, wacht. Hey, paddenstoelen. Dat kan ik op zich ook wel meenemen. Laat hem even niet doen, hè. Nee. Aldo's. Nou, op zich kunnen we altijd dit wol nog halen. Op zich niet echt... Ik neem mooi al die zandsen mee. Ik weet dat het niet zeldzaam is, maar ik vind het wel mooi. Nou, die hieroglyphen zijn op zich wel zeldzaam. Ja, maar ik neem gewoon alles mee. Oeh, varkentje. Laat ik... Nee, dat is zielig voor varkentje. Ik gun varkentje het leven. En speciaal voor Lof der Zotheid. Heel speciaal. Heb jij dat nog? Een pickaxe? Nou, mijn pickaxe is eigenlijk ook bijna op, zeg maar. Ja, dan heb ik dus een probleempje. Ja. Het ziet er altijd wel leuk eigenlijk. Als ik hier zo aankom lopen, vind ik dat het wel een gezellige uitstraling hebben hier bij ons. Oké. Alleen de bordjes zijn minder verwelkomend, hè, bij onze deur. Voor creepers. Ja. Niet voor ons, maar voor de creepers. Oké. Diamond, goud, emerald en iron. Nice. Huh? Waar is die vierde kist? Jij hebt die waarschijnlijk. Jeez. Moet je helemaal naar... Sandstone kan hier allemaal. Jammer. Deze stukjes hier. Dat is jammer. Deze... Even kijken. Hey, hoorde die niet hierin, dacht ik?
Ja. Nee. Die worden hierin. Laat ik dat eens even doen. Oh nee, wacht. Ja? Dit is de troepkist. Waar zijn die zadels dan? Hier. En dat ei, dat moet hier weg. Nee. Zet ik hier maar eentje van 10 neer. Die moeten hier. Zo. Zo, kijk. Nu is het weer een beetje. Ja, die of die verhoudt dan. Oh, zal ik het ook even meenemen dan? Die boven, die hier liever. Die zijn zeldzaam of zoiets. Ik vind het helemaal goed, joh. Waar was eigenlijk dat glas? Alleen nog glas. Hé, hey, hier, 14. Dat is niet goed genoeg. Heb jij nog een shovel mee? Shovel? Nee. Oké, laat dat maar zitten. Laat dat maar zitten. Ja, enthousiast. Ja. Ziet er. Nee. Ja, nee, anders dacht ik van neem dan misschien nog een beetje zand mee, zodat we dat om kunnen smelten, het glas. Ja, kan maar. Waarom zou ik dat doen? We moeten toch eens een keer schapen hebben, maar. Oh, het is gewoon midden. Ga jij slapen dadelijk? Hoezo? Het is donker. Donker? Ja. Of is het gewoon. Ja, het is. Oh, nee. Nee, is het niet donker hoor? Nee, ik zag het. Oh shit. Dat is ook een beetje wat mij verbaasd. Ik zonde van het glas. Ben je ons glas aan het verspillen? Nee, ik ben het glazen huis aan het maken. Ja, oh, dat vind ik niet erg. Ja, dat kun je normaal meenemen toch? Auw. Jee. Dit zat er echt zo lomp uit. Oh, wacht even. Wacht eens even. Oh ja, dit is echt heel zonde. Dit is echt super zonde. Wacht hoor. Hoe moet ik dit verbeteren? Geen idee. Ik wil het pakken. Wacht, hoe heb ik dit nou gedaan? Hoezo? Oh, nu snap ik het. Maar nu is mijn glas op. Maar ik snap al wat ik wilde doen. Zo wil ik het doen. En zodat je dan met het treintje hieruit kan komen. Ja, dan moet deze muur wel even weg. Maar die kunnen we makkelijk verplaatsen. We moeten wel even die. Oh shit, nu begint het donker te worden, Roy. Nu begint het donker te worden. Ik zal wel even slapen, maar we zijn alweer een tijdje bezig. Het is alweer 14 minuten. Het is misschien mooi om alweer de aflevering af te sluiten. Oké. Eerst ga ik even slapen. Laat ik dat eerst even doen. Ja, ik zit nog steeds ergens in de woestijn. Nou ja, laat even een like achter, zou ik zeggen. En doe even abonneren natuurlijk op Car of Games en op de Gamer Games. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer terug. Helaas was er dit keer niemand bij, want niemand reageerde. Zo simpel was het, hè. Ja, zo werkt dat, hè. Misschien volgende keer weer wel, maar voor deze keer niet. Mensen, tot de volgende keer. Doei. Doei.